Als fractievoorzitter van de ChristenUnie maakt Simone Kennedy zich zorgen om de Nederlandse vluchtelingen in AZC's. Het verliezen van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid en het gedwongen worden tot niets doen geeft Simone juist alle reden om iets te doen aan de situatie van vluchtelingen in Nederland. Haar tip: geef mensen die hulp van je krijgen de kans om ook iets voor jou of voor een ander te doen, zodat zij hun waardigheid behouden. Ruim een jaar geleden zagen we al die vluchtelingen die Europa binnenkwamen drijven op hun rubberen bootjes. En ze staken de grenzen over, ook naar Nederland, en zouden ook Amersfoort binnenkomen. Ik heb toen de Facebookgroep Gastgezin Amersfoort opgericht om hen een warm welkom te heten. Want ik weet hoe het is om als immigrant naar een nieuw land te gaan. Na mijn trouwen ging ik me vestigen in Amerika. Ik was een succesvolle student geweest, met veel vrienden en goede carrièreperspectieven. Maar in Amerika stelden mijn diploma en ervaringen niets voor. Ik moest werken in een tandenborstelfabriek. Ik mocht niet kiezen wanneer ik naar de wc moest. Ik moest staand werken. Mijn collega stelde zich voor aan mij als: "Hi, I'm a DUI. DUI? Ze deden hun werk als taakstraf voor driving under influence of drugs of alcohol. Het kostte me zeker 5 jaar om mijn identiteit opnieuw uit te vinden. Ik voelde me verloren, ik wist niet meer wie ik was. Maar Amerikanen hebben mij geleerd wat het betekent om een warm welkom te geven en om gastvrij te zijn. Op een gegeven moment ging ik met de Greyhound-bus naar de Smoky Mountains. Ik dacht dat het net zou zijn als de Alpen, met overal hotels, restaurants en nette wandelpaden. Maar ik raakte al snel verdwaald op overwoekerde paden. En ik zag helemaal niemand. En ik wist dat er beren waren in dat gebied. En ik probeerde zo snel mogelijk iemand te vinden. En uiteindelijk vond ik 2 Amerikanen en ik zei: "Weten jullie waar een hotel is in de buurt?" En ze zeiden: "Kom maar met ons mee." En 2 dagen mocht ik mij laven aan hun gastvrijheid. En dat heeft me gevormd. Vanaf dat moment hebben wij ons huis ook opengesteld voor mensen in nood. De eerste over wie wij ons ontfermden in Amerika konden wij alleen maar een kelder aanbieden. Een dakloze man. Wij vonden het maar niks. Maar hij vond het beter dan slapen in zijn auto in de strenge wintermaanden. In Nederland hadden we altijd een gastenkamer. Als het vliegverkeer of het spoor plat lag door een sneeuwstorm, gingen we naar het station of naar Schiphol en boden we mensen een slaapplek aan. Dat heeft geleid tot bijzondere contacten. Ook het wijkteam wil ons nog wel eens vragen of de Rustplek, een netwerk van christelijke families in Amersfoort die hun huizen openstellen voor mensen in nood, als er weer iemand op straat dreigt te komen. En 3 jaar geleden kwam er een lesbische Syrische professor bij ons in huis. Ze kon niet meer in Syrië blijven en had een studiebeurs in Nederland, maar geen plek om te overnachten. Zij is 3 jaar lang af en aan bij ons geweest. Dus toen die vluchtelingen naar Amersfoort kwamen, 3 bussen vol, naar de sporthal, hebben wij een hele grote groep vrijwilligers om hen heen verzameld. Uit kerken, moskeeën en andere achtergronden. En toen ze na een week eigenlijk weer naar de volgende sporthal moesten, hebben wij de burgemeester gevraagd: "Mogen ze alsjeblieft blijven? Ze hebben hun kleding nog niet kunnen wassen. De besmettelijke ziekten zijn nog niet behandeld." En de burgemeester gaf een school ter beschikking. En daar hebben we de vluchtelingenopvang als burgerinitiatief vormgegeven. We organiseerden taallessen en activiteiten, coördineerden de medische zorg en de donaties. En toen uiteindelijk na 2 maanden er een plek beschikbaar was in de COA-opvang, in de noodopvang van Zeist, door de overheid, de Rijksoverheid vormgegeven, zijn ze daar naartoe gegaan en hebben wij hen gevolgd. Maar de overheid, die in opdracht, de opvang door de overheid in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, ziet er heel anders uit dan de burgeropvang. Ik wil graag een paar plaatjes laten zien die gemaakt zijn door een vluchteling. Dit was in de Anne Annema school, hier in Amersfoort. De school waar ze 5 weken hebben gezeten. Volgende plaatje. Hier hebben ze bloemen uitgedeeld in een winkelcentrum. En daarna kwamen ze in COA terecht. Ik wil graag een aantal zwart-wit foto's achter elkaar laten zien. Je ziet, het zijn vaak opzetwandjes zonder plafonds. Ze krijgen daar een afsluitbaar metalen kastje, een bed met dekens, een plastic stoel en voor gemeenschappelijk gebruik een tafel, een koelkast, een magnetron voor de opwarmmaaltijden en een televisie.
en een wasmachine, zoals jullie daar ook zagen. Stop maar. Soms werd de opvang vormgegeven in gevangenissen. Met dikke muren, hoge hekken, overal altijd een slagboom. Zware deuren, tralies voor de ramen. En als je dan geen activiteiten hebt en je moet eindeloos wachten op het begin van je asielprocedure, dan lig je de hele dag lamlendig in bed op je mobieltje te staren. En dan maak je je zorgen over het lot van je familie in oorlogsgebied of over je toekomst in Nederland. En COA-medewerkers proberen vaak hun best, maar ze zijn beperkt in wat ze mogen doen. Ze mogen geen persoonlijke relaties opbouwen. En vrijwilligers die dan binnen kunnen komen, die zijn voor deze vluchtelingen dan vaak als engelen. Als de vrijwilligers weer zagen, zeiden ze, was het alsof de zon ging schijnen. Dan kregen ze weer hoop. Maar het is moeilijk voor vrijwilligers om COA binnen te komen. Daar staat die slagboom. Je moet je identificeren en je moet al vluchtelingen kennen voordat je binnen kan komen. Want die moeten jou opwachten bij de security. Waarom wordt het ons zo moeilijk gemaakt om vluchtelingen te leren kennen? En waarom wordt het vluchtelingen zo moeilijk gemaakt om ons te leren kennen? Als wij elkaar niet leren kennen op deze manier, kunnen we elkaar niet leren over de cultuurverschillen. Kunnen we hen de talen, de cultuur niet leren, terwijl ze daar zo'n behoefte aan hebben. En die cultuurverschillen die kunnen groot zijn. Soms zijn ze zo blij met je, dan slaan ze een arm om je heen. Dan moet ik tegen hen zeggen, nee, dat mag in Nederland niet. Maar je mag wel 3 zoenen geven bij het afscheid. Vrijwilligers zijn hard nodig, want ze hebben relaties nodig en activiteiten. Maar in Nederland hebben we een verzorgingsstaat. En is de zorg voor hulpbehoevenden en moeilijke doelgroepen uitbesteed aan de overheid. Ze zitten in instellingen. Ze worden een beetje afgescheiden. En burgers krijgen alle vrijheid om zich te ontplooien en hun eigen leven te leiden. Maar dat betekent dat we in Nederland de gastvrijheid zijn verleerd. In de Arabische cultuur staan ze dichter bij de Bijbelse waarden van gastvrijheid. Maar wij weten het vaak niet meer hoe we dat moeten doen. Wij worden door God geroepen om een licht te zijn in deze wereld. Maar soms zetten wij de overheid als een korenmaat over ons heen. Dan kunnen wij ons licht niet meer laten schijnen. Maar God vraagt niet aan de overheid. God stelt de overheid niet verantwoordelijk om recht te doen in de samenleving. Hij stelt ons verantwoordelijk. Wij worden geroepen om recht te doen. Wij worden geroepen om gastvrij te zijn. God roept ons ieder persoonlijk. Misschien iemand om een glimlach te geven, een bosje bloemen te brengen, een gesprekje aan te gaan in de winkel en anderen om gastvrijheid te verlenen in je eigen huis. Maar als God ons kansen geeft, laten we die kansen dan grijpen en een licht zijn in deze wereld en vreemdelingen gastvrij ontvangen.